En goedemorgen. Goedemorgen. Ga je nou al Engels zitten lopen te praten? Nou, we hebben net de eerste daily opgenomen. Het eerste stukje in ieder geval. De eerste daily mini-vlog. Nee, en dan ga je nou, terwijl we Nederlands zitten, ga je in het Engels. Nee, ja, heel goed. Gewoon doen, joh. We zijn er klaar voor. De koffers zijn gepakt. We hebben net 6 keer herpakt en dergelijke. Om erachter te komen dat we gewoon alle sokken in de koffer hadden zitten. Dus hij moest weer open. Maar handbagage ligt klaar. Overhemmetje nog. Ik sta nog half naakt, zeg maar nu. Nee, dat krijgen jullie niet te zien. Suus, de handbagage staat verstopt achter de koffers. Daar staat hij. Naast de etenbak van de katten. Nieuwe hoesjes voor de telefoons. Want die waren aan het beschadigen. Dus gaan we verse dingen in. We hebben nieuwe kaartjes. Dus niet als vorige keer in 2015 dat we ineens halverwege de ik vind die Nemo Submarine Voyage zonder kaartje zaten, waardoor de helft van de footage weg was. Tony die reageert wel, maar die weet het niet. Die was net wel een beetje zielig op tafel, maar die ligt nou wel zo, nou, ik merk het wel, ze zijn nog niet weg. Dus zometeen komen Arjen en Daan van de Pampies Vlog. En die gaan ons weer eens, as usual, gaan ze ons wegbrengen. Dus we wachten op hun en dan gaan we richting Schiphol. Inmiddels onderweg. Ja, sorry dat ik het gesprek onderbreek, jongens, maar ik denk, ik zie van de vallen, ik kom daar vervelend. Gezellig. We zitten op dit moment bijna bij Schiphol. Onder de beroemde eetbrug, waar we normaal gesproken, als we naar Florida gaan, altijd onze avondeten nemen de dag ervoor. Maar we zitten weer in de Peacemobile. We worden weer lekker weggebracht. Suus zit achterin, ik mag voorin zitten. En we zijn er bijna. We gaan zo kijken welke gate we moeten, want voorlopig is die app blijft aangeven dat we steeds naar een andere gate moeten. Nog steeds D, ja? Suus gaat even kijken. D380, dat was het. Ja, precies. Ja, dat was vorige keer, hadden we echt de allerlaatste gate. D4 nog. D4, oké. Vorige keer Florida, toen moesten we buiten opstappen, zeg maar. Ja, dat moet echt niet leuk. Toen moesten we met het pendelbusje terug naar Rotterdam Airport en dan konden we daar konden we opstappen op American Airlines. Maar ja, daarom vliegen we ook het liefst met United States. Ja. Ik maak hem voor. United. Huh? United? United States, ja. Dus we zien Mekander weer zo. En hoe was dat om McDonald's te eten in plaats van ontbijt gewoon lunch? Dat is heel raar. Ja, hè? Het is ook gewoon. Het is nu 12:30 en normaal gesproken vliegen we 's morgens. En nu niet. Ik weet ook nog steeds niet of ik het wel fijn vind zo laat. Dat heeft er ook mee te maken met hoe laat we aankomen. Dus het blijft wel even spannend, zeg maar. Dus je hebt wel de home shirt heeft ze aan. Vrij uniek shirt is dit. Van Disneyland Parijs. Onder andere van Curious Axel. Even shout-out. Maar we gaan zo naar onze gate. Gate D. Dus ik ben ook benieuwd wat we qua vlucht kunnen verwachten en qua eten en dergelijke. We hebben net de gouden driepoot op. En we zijn ermee weg, onderweg naar de gate. We zitten bij D. Dat klonk heel erg dichtbij. Maar ze beginnen met tellen bij F. Dat is 2 gates verder. Dus dat valt op zich ook alweer mee. Lijntje. De speelgoedwinkel hier, joh. De speelgoedwinkel hier, joh. Exquisite. Ja, eigen Toblerone, ja. Je kan maar zonder zitten. Geen flauw idee. Ja, ze tellen inderdaad wij komen vanaf de andere kant. Ze moeten gate 1 nog voorbij en dan komen we bij D.
En bij deze te vrij aan het begin. Nummertje 4. En ik weet niet wat hier is, maar het ruikt hier lekker. Ik ga volgende keer hier eten. Al heb ik, zie ik geen restaurant hier, dat is wel weer gek. Ruik eens even. De Dutch Kitchen Bar en Cocktail, zou die het zijn? Pannenkoeken en poffertjes. Sugar en spice. Ja, dit is echt voor ons de laatste keer McDonald's geweest op Schiphol hoor. Verse sappen. Ja. Oh, ik heb dat ook de turbo gedaan. Sugar and spice. Drinks, sandwiches. Ja, dit ziet er alweer beter uit dan de Mac. Die was er vorige keer nog niet. Kijk dan, wat leuk. Koppies. Dat was blauwe koppies in Amsterdam. Nog Aziatische eten. Het is onvoorstelbaar hoeveel er in bijna een jaar toch kan veranderen, zeg maar. Ja, want toen was het hier helemaal afgesloten. Ja, toen was dit dicht. Toen was het heel erg ongezellig, dit stuk. Zijn we nu? Tenminste, dat denk ik, want ja, hey. Nou, eens even kijken hoor. Gates B, C en D. En de andere D is daar. Hier hebben we vorige keer ook gelopen inderdaad. Dan ruikt hij nu een stuk minder naar parfum als toen. Die zat volgens mij toen hier. Nog steeds? Nee, tassenwinkel. Ja, die zat nu daar, ja, maar... Trek nou naar leer. Bartje lekker gezellig. Nou, we gaan wel... Dit laatste stukje geloof ik wel. Want we zijn er bijna. Zo. Zitten we dan? Te wachten. Gezellig, met z'n allen, op het vliegtuig. Hij staat er al wel, daar staat hij. Tadaa. En we mogen over drie kwartier mogen we gaan boarden. Dus, we gaan het wel zien. Voorlopig is alles voorspoedig gegaan. Het inchecken ging gisteren al soepel. Er was geen rij bij de koffers afgeven. Er was een hele korte rij bij de paspoortcontrole. Wat hebben we nog meer? Oh, de tassencontrole zelf ook. Dat ging ook heel verspoedig. Waren we ook zo aan de beurt, hadden twee mensen voor ons of zo. Dus dat was ook eigenlijk gewoon gelijk aan de beurt. Ja, we hebben net bij McDonald's gegeten dan. En voor de rest, het is rommelig, maar het is een van de drukste dagen qua aankomsten, maar qua vertrek niet zo. Ja, er is een hoop volk, maar je hebt er geen last van. Dus het valt allemaal reuze mee. En, ik denk dat de vlucht zelf aan de boord ook gewoon voorspoedig zou gaan. Dus het is nog even afwachten of onze truc weer gelukt is. Twee mensen naast elkaar, één stoel in het midden. Die was bezet, maar er zijn nog plekken vrij in het toestel. Dus de kans is groot dat we weer gewoon een stoeltje in het midden vrij hebben. En zo niet, dan zit er een vreemde tussen ons. En dan zien we het wel. Dus we gaan even wachten tot we mogen boorden. En we zien jullie in het vliegtuig. Als je zwaait, moet wel in beeld. Hè? Ja, precies. Dat dus. Het vliegtuigje aanraken. Het is kwart over twee. En we mogen naar binnen. Zo, eindelijk weer een beetje licht. Ik heb
mijn hele vlucht is donker geweest. Misschien hebben we niet lang genoeg gevlogen of zo hoor, maar misschien zijn heel veel mensen het gewend. Maar ze hebben dus geen gordijnen meer. Ze hebben niet veel van die schuifdingetjes. De raampjes verkleuren hier gewoon. Kijk of ik dat dan kan laten zien. Paars. Net waren ze blauw. Dan wordt het dus heel donker mee. En grappig hè? Ze beginnen net een beetje. Nou ja, we hebben eigenlijk heel de vlucht in het donker gevlogen, zo'n beetje. Ze zijn nou bezig om eten te maken. Als het goed is, krijgen we nog eten. We hebben nog geen stroopwafel gehad. Wel een KitKat en een blokje kaas. En, genoeg. De kaas is lekker. Alleen de crackers vond ik. Ja, een beetje zoutje wel, maar ik vond de smaak een beetje gek. Maar goed, dus nog geen stroopwafel. Maar we krijgen nou weer een maaltijd. De eerste maaltijd was kip met risotto en quinoa salade. Dat was op zich best lekker. Niet heel bijzonder. De kip was wel op zich wel lekker. Dus we gaan kijken. Ik ga even benieuwd wat we nu gaan krijgen. Het licht is even aangegaan. Dus lekker eten. Eten ze erachter te kiezen. In verband met de ruimte heb ik het film even achterwege gelaten. Maar... Dus, je had een foto gemaakt van het etenschap? De tweede keer. Ik heb de foto gezien. Maar als het goed is, staat het hier toevallig bij. Hoeveel nog? Nog 32 minuutjes. Dan zijn we op de plaats van bestemming. En we zijn al... In Californië. Ze zijn er bijna en dan wordt het de douane voorbij. En dan naar de overstap, kijken of we die halen. En anders gaat er binnen drie kwartier een volgende vlucht. Die hebben we sowieso. Dus de homestretch. Lekker. Aangekomen op San Francisco. Zoals jullie in de wandtek al gezien hebben. Vluchtje gemist. Het was stervens druk bij de douane. Het was echt niet alleen druk, maar ook heel slecht geregeld. Groepen die voorgelaten werden. Andere groepen die juist onterecht tegengehouden werden. Wij mochten in ieder geval op een gegeven moment wel sneller door. Maar het was een gek huis. En het was warm. Daar denk ik ook een beetje zweet. Maar goed, we zijn omgeboekt. We hebben een nieuwe vlucht. Dus we gaan er gewoon voor. En... Nu eigenlijk op zoek naar iets te drinken. Hier. Gaan we hier iets te drinken? Oh, dan moet ik even een portemonnee pakken natuurlijk. Oh, je hebt dollars. Dus je gaat even naar de hal kijken. Dan gaan we ook even naar een toilet zoeken. Ja, dining is ook. Oh, dining is ook. Komt helemaal goed. Mocht er nou een Wendy zitten, dan ga ik me niet inhouden. Dan ga ik wel gewoon de Wendy's halen natuurlijk. Ja, kijk, ik reed ze helemaal aan het einde. Het vliegtuig is net aangekomen zo te zien, want er komen heel veel mensen uit. Maar op naar de volgende vlucht. En als ik niet meer film in het vliegtuig, dan zien we jullie in de Los Angeles bij de auto. Ik vind het ook doodeng, maar
Ik weet wat ik moet doen. Ik vind het alleen rommelig en onoverzichtelijk en ik ken het niet. We hoeven nog maar 5,5 mijl. Ja. Dus dan... We zijn aangekomen in het hotel. Maar Suus is een beetje hyper, want we werden een hoekje ingeduwd met onze hotelkamer. Je hebt zal maar zeggen, je moet het zo zien. Dit zijn normale kamers. En wij zitten dus in een hoekje. Dit is onze kamer. 51, hè? Ja. Dat is onze kamer. En het leuke van zo'n hoekje is dat je dus een wat grotere badkamer hebt. Je hebt ook, zal maar zeggen, een leuk king-size bedje. Gewoon daar. En een bank. Een sofa. Een werkbank, bureau, ding, geval. Leuke televisie. Ja, en ons uitzicht, zeg maar. Want we zitten op de 21ste verdieping gewoon, hè. 21ste fucking verdieping. Is snel weg. Ook. En wat heuveltjes. Dus je mag het licht uitdoen. Het licht daarachter staat brand nog. Maar dat. Maar we kijken dus ook. Op Universal. Daar is de ingang van Universal. En de Citywalk. En de parkeergarage. Het heeft wat voeten in de aarde gehad. Het was wel even ellende weer. We zijn weer bijna 24 uur op pad geweest. Oh, maar, maar we zijn er. We gaan nog even naar Citywalk. Want ik heb gewoon honger. Dus we gaan gewoon naar Citywalk. Hebben we gelijk het loopje even gelopen. Als we nu gaan liggen, dan zijn we weg. En dan gaan we daarna naar Citywalk. Wordt waarschijnlijk een subweetje. Gaan we lekker tukken. Even douchen, lekker tukken. Het is weer veel te donker nu. Daar is het licht. Watertjes gekregen. Nou, mijn parkeerkaart even kwijt. Oh, die heb ik natuurlijk op het bureau gelegd. Sorry, ik loop voor langs. Even een tukje zo. De parkeerkaart. Dus, maar dit is... we zijn er. De vakantie is aan. Onderweg van het hotel naar Citywalk. Het voordeel, of het hele toffe, van Universal Hollywood en van Hilton, is dat het op een berg is gebouwd. We hebben er geen rekening mee gehouden dat je die berg ook op moet lopen om van het hotel naar de park te komen. Ja, best wel vermoeiend. Alleen maar voor even wat eten. De Universal Globe. Nou, hier hebben we dus morgenochtend... Ja, zo het park in. Het is wel echt al heel dichtbij. Oh. Even wat frissers. Mooi hoor. Sorry voor het diebelen. Mijn hand even uit het ding. Daar is het park. En daar is ons hotel. Letterlijk om de hoek. Van de 24. Nou, in Nederland zou de 20ste verdieping noemen, toch? Want ze rekenen niet vanaf begaande grond, zo'n 1. Dat is de 22ste zelfs. Nee, begaande grond is 1, in plaats van 0. City Walk. Dat het niet zo is. Ja, precies. Wat is dit nou? Popcorn? Je wil die van een popcorn halen? En bij de Bluebird, nee, Ludobird, sorry. Die is ook nog... Niet. Geen idee. Dan ruikt in ieder geval nog naar eten. En we hoeven echt niet veel om broodjes genoeg. Ja? Allemaal mensen die onderweg zijn geweest. En die zijn het zat. Maar goed. Wat voor een mooie dag. Om je travel day af te sluiten. In. Hoe heet die? Citywalk.